Kan je eens omschrijven wat voor avond jij hebt beleefd? Om eerlijk te zijn, klote avond. Besef jij eigenlijk al wat er is gebeurd allemaal vandaag? Ja, nog niet zo goed. Het is natuurlijk een hele bittere pil die we moeten slikken. Verschrikkelijk zuur wat er vandaag gebeurd is. Verschrikkelijk balen. We zaten niet, tenminste we gaven niet echt kansen weg. Ja, dan krijg je zo'n goal tegen. Daarna direct die rode kaart, weer een rode kaart. Ja, dan is het gewoon, wordt het gewoon lastig. Zo'n avond, hè? Is dat een sneeuwbaleffect? Is het een opeenstapeling van alles? Nee, ik denk dat we goed bezig waren. We waren op de goede weg. Ik denk dat we zelf vandaag een off-day hadden. Dat we niet scherp genoeg waren. Dat we Utrecht in leven hielden. Ja, eigenlijk op drie momenten verlies je de wedstrijd. Normaal gesproken sta jij te popelen als je moet invallen. Hoe zit dat op zo'n avond als je die wedstrijd ziet, als je die minuten ziet? Als je ziet dat het misschien moeizaam gaat. Hoe werkt dat voor jou? Natuurlijk, toen ik erin kwam waren we met 10 al. Na die 1-0. Dan is niet echt een heel groot verschil, zeg maar. Dus dan komen we gewoon met een goed idee van de trainers uit hoe we de wedstrijd gaan proberen te kantelen. En dan kom ik erin en kort daarna pak ik de tweede rode kaart. Ja, dan is het wel natuurlijk lastiger, 9-11. En dat is niet hoe je hoopt in te vallen, maar die wedstrijden zitten ertussen. En het hoort erbij. Wat is het sleutelmoment? Is dat nou die rode kaart of is dat die 1-0 die valt? Ik denk die rode kaart natuurlijk. Wat moet je erover zeggen? Kijk, ze doen het niet expres. Ze zijn twee keer te laat. Goed. Met de VAR is het natuurlijk... dan krijg je rood. Goed, wij kijken naar onszelf. Ik denk dat we vanaf het begin niet... vast genoeg aan de bal waren. Ja, balen. 3-0 hier eraf. Twee rode kaarten, lastig. Maar donderdag weer een wedstrijd, dus opladen en weer knallen.